even wat ik afgelopen week gedaan heb. Ik heb enkele trades gedaan. En dat was op de euro-dollar. Er zijn er twee met een klein verlies afgelopen. En ik heb er ook drie gehad met een winst. Daarna doe ik al, dat doe ik al enkele jaren in opties. Dat is toch altijd toch mijn favoriete handel. Daar zit ik wat langer in. Ik heb afgelopen week had ik nog wat puts bijgekocht op de AEX. Op uitoefenen prijs van 3,20. En dan loopt het op december 2012. En nu dus de laatste dagen, vorige week, vooral vrijdag, de AEX weer terug naar beneden ging. Dan heb ik toch enkele puts heb ik verzilverd. Toch met het idee dat, dat we na die terugval toch even weer een licht herstel zouden krijgen. Helaas zie ik nu op maandag dat, dat in ieder geval die AEX niet terug naar boven gaat. Maar goed, ik heb een mooie winst gemaakt op mijn poets. En ik wacht op een volgende instapmoment. Als die even wat, wat corrigeert, dus even wat aantrekt, dan neem ik weer extra poets. Je hebt toch het idee dat, dat we deze komende weken toch wat, wat dalende trend zullen krijgen. Gezien alle economische berichten op het moment. Voor de rest heb ik vandaag hebben we dus een hele heldere uitleg gekregen over links. Hun site en ook hun werkwijze. En ik moet zeggen dat die heel helder is. We hebben ook een hele goede uitleg gekregen bij links op de Herengracht. En dat was echt verhelderend. De vorige keer was dat iets te kort, nu hebben we dat wat langer gehad. De rest van de dag hebben we van André nog eens naar de trades gekeken van markets. En precies de juiste momenten van de bars, de grafieken en zo. Dus hebben we nu nog eens op geoefend wat we al duidelijk in Dubai hadden meegekregen. Maar nu is daar nog eens veel uitgebreider bij stilgestaan. En konden wij allemaal ook één voor één onze reactie geven wanneer we zouden instappen en wanneer zouden we uitstappen. Dus wanneer we short zouden gaan, wanneer we long zouden gaan. Dit was ook heel duidelijk nu, omdat we daar nu veel meer de tijd voor kregen om, om dat nog eens goed te bespreken en onze vragen te stellen. En daar hebben we dus nu, nu heb ik het ook het idee dat, dat we met z'n allen, maar ook zeker ik, ik heb er echt een heldere kijk op nu. Dus ik ga dat ook proberen de komende weken ook uit te voeren. Hetgene wat we geleerd hebben en nu nog eens met herhaling hebben mogen oefenen. Dus ik ben heel benieuwd naar, naar de komende dagen hoe ik me daar kan in bewegen en of ik daar een goed resultaat kan in bereiken.